Ron Soljet moet een paar spelers missen door schorsing en blessure. Bernd Thijs was twijfelachtig met een ribblessure, maar hij is toch speelklaar. Baric testte nog voor de wedstrijd. Te veel problemen met de enkel. Scarabot speelt in zijn plaats. Bij Anderlecht kwamen Suárez, Canazin en Kouyaté licht gehavend uit de Europese strijd van donderdag. Maar ze zijn er toch bij vanmiddag. Odoi keert terug als rechtsback. Vasil zit op de bank. En de eerste topper op Super Sunday wordt geleid door Frank de Blekere. El Ganassi. Schuller. Uit Chile. En daar is Suárez al in de aanvangsminuten van de wedstrijd. Bal op het dak. De man in supervorm, Matías Suárez. Eerste offensieve actie in deze topper. Maar nog geen minuut voetballen in een stadion dat tot de nok gevuld is. Volledig uitverkocht. Kouyaté was het grootste twijfelgeval eigenlijk samen met Canezin bij Anderlecht. Allebei toch wat gehavend uit de Europese strijd gekomen. Daar is Gillet met Canezin voorin. De bal wordt weggewerkt door Melli. Suárez kan nog oppikken. Suárez, penalty. Ja, ja. Geen twijfel mogelijk. De Blekere wijst naar de stip. En een gele kaart erbovenop voor Scarabot. Hij weet het natuurlijk, knikkenbollend. Een sterk begin dus van Anderlecht. En Suárez die onderuit gehaald wordt door Scarabot. Hij mag zelf de penalty gaan nemen. Ruim 6 minuten ver en Suárez kan Anderlecht op voorsprong brengen, oog in oog met Jorgasevic. Hij pakt hem, Jorgasevic, en dan binnen. In tweede instantie dan toch Matías Suárez. Ik zei het al, de man in supervorm. Zijn 6e goal toch ook alweer van dit seizoen als je zijn Europese doelpunten meetelt. En een belangrijke voor Anderlecht natuurlijk. Als ze eerst scoorden dit seizoen, dan wonnen ze bijna altijd. Alleen in Leuven lukte dat niet. 0-1. Rafinha brengt de bal bij Jurgensen. Dat is geen buitenspel van Conte en Koulibaly aan de andere kant. Conte met de kans op 1-1. Proto, Koulibaly misschien nog. Afgeblokt door Juhas. Snelle tegenactie van AA Gent voor het eerst dat ze eruit komen in deze wedstrijd. Maar het stond ook bijna gelijk. Goed meegepakt door Conte, maar uitstekend gekiept door Proto. Nog geen kwartier gespeeld en dat is al de 4e hoekschop voor Canezin aan die kant. Met Gillet. We krijgen de bal niet weg bij AA Gent. En dat is buitenspel van Kouyaté op een voorzet van Suárez. Ja, dat is heel, heel nipt hoor. Ik weet niet of dat buitenspel is. Ik denk het niet. Ik denk het niet. Precies 20 minuten gespeeld. El Ganassi bij de hoekschop. Koulibaly van dichtbij. Claimt een hoekschop. Maar die komt er niet. Melli. Rafinha. Het is zoeken en tasten voor AA Gent. Moeizaam begin van de wedstrijd. En ook dit is niet goed van Rafinha. De combinaties, het samenspel komt er niet uit. We zijn in de toegevoegde tijd. Als AA Gent nog wat wil rechttrekken voor de rust, moet het nu gebeuren. El Ganassi, Smolders. Bal gaat voorlangs. 0-0 na 45 minuten. Scarabot bij de inworp. Minuut gespeeld in de tweede helft. Koulibaly over het been van Kouyaté. De Blekere stond er vlakbij. Melli. En Conte. Gestam niet op de bal, maar wel Thijs. En die krijgt dan een duw mee van Canezin. De schouder, zegt Argentijn. Maar er komt wel degelijk een vrije trap voor Agent. Niet zo ver buiten de 16. En dat was een heel raar beeld van Kouyaté dat we daar zagen. Hier zien we het nog eens. Ja, Kouyaté die daar het hoofd van Koulibaly tegen zijn hoofd krijgt. Kouyaté weer bij zijn positieve, wordt aan de zijlijn verzorgd. Nu kan de vrije trap komen met Scarabot en met El Ganassi.
Balstrand in de muur. Rafinha tot bij Koulibaly. En daar is Jurgensen. De Deen die twee keer scoorde tegen Standaar in die andere topper. In het Charlottestadion, een paar weken geleden. Nu mist hij doel. Kouyaté wel bij zijn positieve, maar hij kan niet verder voetballen. In zijn plaats komt Wasilewski. El Ganassi. Oh, Proto mist die bal en daar is Karapot. Juha trapt weg, maar El Ganassi kan nog oppikken voor Gent. Heel aanvalslustig, Koulibaly. Gent heeft er zin in deze tweede helft. Ze duwen Anderlecht terug. Vrij trap met El Ganassi. En Thijs. En appel voor een penalty van Bern Thijs na het ingrijpen van Juha's. De Sutter. Mooi gedaan. En daar is Gillet. De beslissing mogelijk bij Kanu. Centimeters naast. Sumahoro. Met Bruls die meekomt en daar is Conte. Is dit de kans voor Gent? Het is vooral de redding van Proto op een moment dat dat bijzonder nodig was voor Anderlecht. Conte. Thijs. Laat hem liggen voor Bilia en Suarez nu de vrije baan. Is dit de beslissing? Het is de voet van Jorgasevic en dan Gillet. En dan de Sutter ook nog. Telkens lag er wel iemand van Gent in de weg. Christian Bruls. Koulibaly. Juhas staat hem op te wachten. Koulibaly maakt graag de actie en trapt. Net over. Ook nog aangeraakt. We krijgen een corner. En we sluipen naar de toegevoegde tijd van deze wedstrijd. Bruls nog bij die hoekschop. Sia. En Bruls. Daar is dan Sumahoro. En bijna Thijs. Anderlecht ontsnapt in de slotseconde van de wedstrijd nog aan een doelpunt. Maar het is nog niet helemaal afgelopen natuurlijk, want er komt nog een corner met Christian Bruls. Daar komt die corner. Koulibaly naast. Thijs. Mogelijk de laatste aanvalsactie. Frank de Bleker kijkt op de klok. Jorgasevic uit zijn goal. De Bleker kijkt op de klok en maakt een einde aan de wedstrijd. De kansen zijn er geweest voor Gent om tegen te scoren en gelijk te maken. Maar de opluchting is er vooral bij Anderlecht en Herman van Olsbeek. Want zijn ploeg doet een uitstekende zaak in de stand. Paas Wit wipt voorbij de Buffalo's naar de kop van de rangschikking. En na de 1-1 in Brugge dus weer een knap resultaat voor Anderlecht in een topper buitenshuis. Tweede verliesmatch van het seizoen voor Gent. En dus die reeks van 4 opeenvolgende zegens wordt afgebroken. 0-1 wint Anderlecht in het Jules Otto Stadion.